Rise and shine, ladies and gentlemen. Welkom bij mijn tweede video over Confessions of a Close Kneus. En vandaag mag ik weer vroeg opstaan, want vandaag mag ik er weer lekker tegenaan. Ik ben echt net wakker en eerst tijd eventjes voor wat eten. En dan ga ik hier mijn lieve huurhuisje verlaten en dan ga ik weer op weg naar ons koophuis. En dan gaan we weer eventjes aan de slag en dan ga ik eens eventjes kijken of dat deze keer verf gepakt heeft. Ga je mee? Het ziet er goed uit! Looking for someone that's not happy. I'm looking for someone who's not happy. Me. Zo, dit is dus gebeurd. Het verven gaat hartstikke goed. Wij zijn al rocks. Dus dat wil ik eventjes zeggen tegen alle kneusklussers zoals ik. Maar de filmmaak van het stukwerk is eraf komen zetten. Ik was lekker aan het verven en er kwam een enorm grote blaas op. En ja, top weer. Dus dit zou ik weer een stukje af moeten steken tot het er niet meer af gaat. Opschuren en dan weer helemaal opnieuw beginnen. Ja. Looking for someone that's not happy? Ik dus. Krijg je echt zo de fucking tering van. Er is echt enorm de scheikbalen van. Ik bedoel, zo simpel als alleen maar een beetje verven. En je komt elke keer weer iets nieuws tegen. De frustratie begint toe te slaan. En ik weet dat we nog maar eventjes hebben. Dus, maar goed. Breathe in, breathe out en dan komt alles wel weer goed. Dat is natuurlijk altijd zo, maar het was leuk geweest als het in één keer was gelukt. Dat wel. Maar goed, even een kleine tegenslag. We gaan er gewoon weer tegenaan en dan zien we wel weer hoe het afloopt. Hey everybody. Zo, afgezien van het enige nadeel daar in de hoek, is de rest echt heel erg mooi geworden. En is het ook vrij snel gegaan. Nogmaals, wij zijn all for the win. Echt waar. Ja, ziet er mooi uit. Prachtig. In één keer gedaan. Ziet er allemaal goed uit. Ziet er allemaal goed uit. Deze wand gaat nog een andere kleur krijgen. Die wand daar. En deze heb ik ook helemaal gedaan. Ook aan de binnenkant. En ja, ziet er gewoon goed uit. Dus ik ben wel happy. Nou, dat ene ding nog even oplossen. Dat is alles.